Oké, what the fuck moet ik hiermee? Hey jongen, welkom bij weer een nieuwe vlogboek. Het is vandaag woensdag en ik heb vandaag een bijzondere video voor jullie. Ik was namelijk laatst aan het scrollen op Facebook en toen ben ik reclames tegengekomen van dingen waarvan je denkt, why the fuck would you buy this? Toen ik dit zag, dacht ik van, what the fuck, laat ik hier gewoon een video van maken, want what the fuck. Hey, serieus, de volgende dingen die ik... Wat kan ik voor je doen? Nou, gewoon je bek houden, Siri. Hou gewoon je bek. Ja, nu is mijn grapje ook verneukt. Maar dus toen dacht ik, weet je wat, ik maak er gewoon een screenshot van en ik gooi dat gewoon in een video. Dus ja, laten we maar beginnen en we beginnen bij de eerste screenshot. En we beginnen bij de eerste screenshot en ja, weet je, wie wil dat nou niet? Wie wil nou gewoon niet gewoon ineens random een pizza kopen? Want als ik nu een pizza bestel, ja, die komt zeker warm aan. Neem me even serieus, what the fuck? Een pizza, hoe de fuck moet je een pizza kopen? Via een fucking soort van AliExpress-achtig. Oké, het gaat nog erger worden jongens, let op. De pizza was maar $5. Nou, in Nederland kan je echt niet zo'n pizza goedkoop krijgen hoor. Wel benieuwd welke bezorgsysteem ze gebruiken. Oké, laat het volgende voorwerp maar... Ja, oké. Voor een euro jongens ben je super gespierd en dat komt allemaal door dit... Ja, wat is het? Ringetje of... Is het nou een armband of is het... Ja, ook dat was vrij bijzonder. Het volgende ook. Ik zou niet eens weten wat dit is eigenlijk. Maar het is wel goedkoop. Ik ben laatst nog naar de kapper geweest. Maar ben je dat toevallig niet? Nou, dan kan je gewoon naar de kapper gaan voor $25. Ja, weet je, dat kan je gewoon bestellen ook. Want iedereen bestelt tegenwoordig zijn kapsel. Super nice. Ja, en de volgende is wat meer voor de jongens. Om te kijken naar de dames. Want het is eigenlijk iets voor de dames. Het is namelijk een lekkere kont voor $4. Altijd al gewild. Oké, nu het volgende ding wat ik had gevonden is eigenlijk fucking vet. Het is namelijk dit. En het is zeg maar gewoon een ding dat kan je zo in je hand steken. En dan doe je zo klik. Dan vouw je het denk ik uit of zo. En dan heb je in één keer een fucking zwaard. Gewoon een beetje Kingsman-achtig. Een beetje James Bond-achtig. Ik vond het zo vet. Ik denk, oké, rare dingen, leuke dingen. Mag allemaal. Oké, het volgende ding heb ik ook een screenshot van genomen. Ik heb het niet gekocht. Echt niet. Dit is het. Ja, ik bedoel, hè, iedereen wil zo'n lekkere Chinees op je bed. Not racist, dus zo bedoelde ik het echt niet. Sorry. En ja, naast mooie vrouwen en gespierde mannen wil je natuurlijk ook gewoon... Ja, precies, een puppy. $6, man. Hele lieve puppy. Wie koopt hem nou niet? Maar oké, ik denk dat het iets van een schilderij is of zo, maar... Ja, alsnog, een hondje voor €6, wie wil dat nou niet? Oké, nou ja, je hebt dus genoeg levende dingen op die website. Je hebt eten, maar je hebt ook mechanische dingen. Want anders koop je gewoon even een heel motorblok, joh. Weet je, ga vooral in gang. Dit is wel echt top notch. Ik bedoel, kijk even hoe mooi dit eruit ziet. En dit ding, weet je wel. Ja, nee, ik weet het ook niet. Oké, en toen had ik nog een screenshot van iets. En het is heel goedkoop. Het is namelijk maar $1. Ik vroeg me alleen af, wat is nou $1? Want als we nu kijken, hij heeft een sigaret in zijn mond. Is die sigaret dan $1? Of is het die tattoo? Maar dan zou die tattoo wel nep zijn. Het heeft wel 4 sterren, geen 5e ster. Want ja, hè, je kan niet goed zien wat je koopt. Ik ben ook heel benieuwd wat je koopt als je dit koopt. Maar het is goedkoop, $1, waarom niet? En het volgende ding is toch ook een partij legendarisch. Het is namelijk dit. Ah, het is wel een beetje duur, maar het is wel vet. Maar natuurlijk. Denk je alles gehad te hebben? Nee joh. Nee, je hebt het helemaal verkeerd. Je kan namelijk trouwen voor $63. Hey, ik weet niet, welke meid, kom maar, iemand, meid, kom, ik koop het via internet en we hebben een trouwerij, weet je, ik bedoel maar. 5 sterren, nee, oh, ik zweer het, als je trouwt op deze manier, je bestelt het gewoon via internet, het komt in een doosje, 5 sterren man, 5 sterren. Ik zweer het, dat is dan 1, 2, 3, 4, 5 weken dat je het volhoudt met die meid. Oké, even kalm, het had ook wel gewoon alleen de jurk kunnen zijn. Als we het over kleding hebben. Dit is trouwens wel echt een heel vet vest. Met lampjes erop en eraan. Nu ben ik zelf niet helemaal van Assassin's Creed. Maar voor degenen die dit wel tof vinden.
Je kan hem kopen. $12. Ja, ik denk ik eindig hem met een wat normaler ding. Een lichtgevend shirt voor $12 leek me wel op zich een normaal goed einde. Ik zag zoveel shit en omdat ik er elke keer doorheen zat te kijken, omdat ik elke keer moest lachen om die fucking rare dingen, bleven die reclames maar komen en komen en komen. En op een gegeven moment dacht ik echt van, Jezus. Ik heb de app geprobeerd te downloaden, maar ik kwam in één keer op een hele andere app. Dus ik dacht, joep, weg ermee. Want anders had ik eigenlijk die pizza wel willen kopen. Gewoon puur omdat ik benieuwd ben wat de fuck ik eigenlijk krijg opgestuurd. En dat heb ik zo trouwens met de meeste van deze dingen. Ik zag zoveel plaatjes staan en zoveel dingen waarvan ik dacht van... Dus ja, dat was de vlogboek voor vandaag weer. Ik hoop dat jij het net zo bijzonder vond als ik, want... Ja... En ik ben wel benieuwd, wat had jij gekocht van deze super deals? Laat het me weten in de reacties. En dan is er nog maar één ding te zeggen, zoals altijd. En dat is natuurlijk... Zei je het nou hardop? Hoorde ik het nou goed? Maar ja, dat is natuurlijk like, abonneer, reageer. En ik zie jullie... morgen weer.